Ik ben Johnny Bravo. Ik ben gepensioneerd. Ik woon in Spuistraat, ja, sinds 5 jaar. Dit is mijn huis. En het is heerlijk. Het is de beste. Moderne gladiatoren zijn dat. Dat is over je grensje heen gaan. Ik heb alles wat ik nodig heb. Keukentje. Let op. Oh, ik heb mijn bed niet opgemaakt. Godverdomme. Nou, een soort van. Tadaa. Een bad. Waar je met z'n tweeën in kan. Uitzicht. Kan niet beter. Ik voel me een rockstar. De Spuistraat is een wereld op zich. We hebben hier alles. Je hoeft er nooit uit. Dit is gewoon mijn wereld. Ik ken hier iedereen. Iedereen kent mij. Dit is famous Johnny's Window. Ik hou ervan. Lekker luchtig. Iedereen moet even zien dat ik er ben. Mijn lovers en mijn haters. Dat is toch prachtig? Dat is het leven, toch? Ik vind het gewoon... Dit is de beste buurt ooit. Het is gewoon heel levend, weet je wel. Iedereen kent elkaar ook. Het is een beetje een dorpje. Waar moet je anders heen? Alles zit hier in de buurt. Het is echt sinds die Tyson coffeeshop daar. Je hoeft nergens heen. Mike Tyson is mijn held. Ik ben zo dankbaar dat hij hier de coffeeshop is begonnen. Het is het beste wat me ooit is overkomen. Mike Tyson kon ik ontmoeten. En ze hadden van die loodjes hadden ze uitgegeven. Toen was het zover. Hij kwam hier aan. En ik was zo bang als ik hem zou zien dat ik zou gaan janken. Dus daar ben ik toch maar overgeslagen. Ja, ik had hem weer bijna van janken. Tering. Ja, nee, echt een godsgeschenk. Echt een godsgeschenk. Amsterdam is fantastisch. Echt geweldig. Beste plek op de wereld. Ik zou het nooit willen missen. Een van mijn favoriete plekken is open. Voor koffie. Ja, en leuke mensen. Het is gewoon hoe de mensen hier zijn, weet je wel. Ze zijn echt open. Iedereen is open, weet je. En iedereen heeft een verhaal. Het is net een jungle. Het is als een urban jungle. Ik ga hier nooit meer weg. Nee, echt niet. Ja, dood misschien. In een kistje. Maar voorlopig even niet. Voorlopig zijn er andere plannen met Johnny.